Oké, makkers, 27 september. We gaan weer eens even lekker aan de gang. Ik heb weer een nieuwe tech-update voor je. Ik praat je even bij. Wat is er gaande? Let's go! Deze video is powered by de NZXT Capsule. En dit is een microfoon die je zeker in de gaten moet houden voor jouw streams. Plug, play en enjoy. Met de NZXT Capsule kan jij gelijk aan de slag om jouw stem te laten horen op je streams en in je video's. NZXT heeft voor jou het werk al gedaan met fine-tuning en het leveren van een hele degelijke microfoon. Maar nu is het aan jou om lekker te gaan knallen in jouw content. Wil je meer info over deze mic? Check dan zeker even de link in de beschrijving. Yo, what's up? Marco van TechTime hier en leuk dat je kijkt in deze video. We gaan gelijk beginnen met het allereerste dingetje. En dat is namelijk dat AMD inderdaad gaat komen met een RX 6600. Het is definitief, de RX 6600 zit eraan te komen. En de reviews van deze videokaarten kun je dus verwachten op 13 oktober. En dat zal ook gelijk de datum zijn dat je het eigenlijk ook kan gaan halen. Nou, de AMD Radeon RX 6600 is eigenlijk gebaseerd op dezelfde chip als de 6600 XT en kan je ook zeker gaan gebruiken voor lekkere Full HD gaming. Het is alleen wel zo dat hij 256 cores moet gaan missen, maar voor de rest is het eigenlijk vooral een identieke videokaart. Het enige wat we nu op dit moment nog wel weten is dat dit een tegenhanger moet gaan worden van een mogelijke RTX 3050 videokaart, dus hij zal wel wat langzamer gaan presteren dan de Radeon RX 6600 XT en de RTX 3060. Maar ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat hier allemaal mee gaat gebeuren. De RX 6600 zal dus een heel leuk kaart zijn voor bijvoorbeeld Full HD gaming. Maar voor de rest heb je bijvoorbeeld 8 GB GDDR6 geheugen. En in oktober zal het dus uit moeten gaan komen. Nou, de adviesprijs is momenteel nog niet 100% definitief. Maar er gaan weer verhalen rond dat de adviesprijs rond de $330 zou gaan zitten. Vind ik toch wel hoog hoor, maar ik ben heel benieuwd wat het in de praktijk zal uitpakken. En bovenal, hoe gaat deze videokaart nou presteren ten opzichte van bijvoorbeeld de 1660? Want die hebben we natuurlijk ook nog. Oké, en volgend dingetje. Jullie vroegen weer ondertussen van, hey Marco, wanneer komt weer een giveaway online? Nou weet je, er staat gewoon weer een nieuwe giveaway gepland. Dit weekend ga ik namelijk op Twitch een charity stream houden. Ik ga geld inzamelen voor Stichting Alzheimer Nederland. En ik heb hier heel veel dingen binnengekregen die ondertussen tijdens die livestream weggegeven mag worden. Als je erbij wil zijn, je weet waar je naartoe moet. Twitch.tv/poloislive. En alle donaties die tijdens de stream binnen gaan komen, gaan allemaal dus naar die stichting toe. Ik sta keihard achter wat ze op dit moment allemaal aan het doen zijn. Zeker ook in mijn privéomgeving op dit moment. Dus daarom dat ik dit dan ook ga doen. Ik zal minimaal 24 uur gaan livestreamen. En er is een kans dat het zelfs nog gaat verlengd worden. En er is zelfs ook nog eens een mogelijkheid dat nog heel veel challenges ook voorbij gaan komen. En heel misschien dat mijn haar in één keer ook een heel ander kleurtje gaat krijgen. Maar dat zie je allemaal dit weekend vanaf vrijdagmiddag, 3:00 PM. Ben ik dus live. En ik zou het tof vinden als je erbij bent. Het volgende dingetje wat ik hier binnen heb gekregen heeft te maken met Intel. Want MSI heeft de datum van Alder Lake gelekt. MSI heeft dus niet direct, maar met een klein omwegje toch soort naar buiten gebracht wanneer we de 12e generatie Intel Core CPU's kan gaan verwachten. En dat is dus vanaf 4 november. Ja, wat heeft MSI nou gedaan? Nou, ze hebben dus een gratis upgrade kit voor hun Core Liquid CPU coolers aangeboden. En er staat ook bij op die pagina dat je dit dus kan aanvragen vanaf 4 november. Nou ja, dat klinkt op zich wel eigenlijk best wel redelijk. En zeker ook gezien dat je dan op dat moment bijvoorbeeld die CPU's al binnen kan krijgen. En stel je hebt zo'n leuke CPU-cooler. Ja, dan wil je natuurlijk wel gekoeld gaan hebben. Dus dat is zo'n bracket zeker wel nodig. Wat blijkt nou? Intel Alder Lake gaat dus gebruik maken van een nieuwe socket. Namelijk socket 1700. En dan is er ook gelijk ook een aanpassing met de cooler ook nodig. Dus MSI heeft dus eigenlijk semi al bekendgemaakt dat Alder Lake uit gaat komen op 4 november. En het blijkt zelfs dat ook een redacteur van WCCF Tech, ja, die heeft ondertussen ook bekendgemaakt dat je hem kan pre-orderen op 27 oktober. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat werken. Wat er trouwens ook nog eens gaat gebeuren, is Intel Arc. Ja, Intel Arc Alchemist, daar is in één keer iets anders mee opgedoken. Nou, we weten nu ondertussen dat ze bezig zijn met een high-end line die voornamelijk gefocust is op ongeveer de RTX 3070 prestaties. Er is nog een andere line die is weer gefocust op bijvoorbeeld de Radeon RX 6600 en bijvoorbeeld ook de GTX 1650, GTX 1660 serie. Er komt er nog eentje tussen. Ja, Intel is ondertussen achter de schermen al heel stiekem bezig om een soort van tussengeneratie te maken die het voornamelijk moet gaan opboksen tegenover de RTX 3060. Dat zal wel een hele interessante gaan worden. En al deze videokaarten zullen dus uitkomen in de Arc
A-serie. Intel heeft wel een beetje tussen neus en lippen door laten weten dat de prijzen wel heel agressief gaan worden. Dus ik ben oprecht heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Alleen een release voor deze videokaarten laat nog even op zich wachten. En de verwachting is zo dat hij in het eerste kwartaal van volgend jaar uit moet gaan komen. We zullen zien, want Asus, Gigabyte en MSI komen in ieder geval met custom kaarten. En zodra ik er eventueel eentje in mijn handen heb kunnen krijgen, zal ik hem uiteraard voor je gaan testen. Dus zorg daarvoor dat je ook geabonneerd bent en zet ook dat belletje aan. En vergeet ook zeker niet even dat duimpje omhoog. Ja, we hebben weer even een kleine update voor je. Natuurlijk, volgende week weer een nieuwe update. En ik ben heel benieuwd wat er dan allemaal nog meer gaat gebeuren. Makkers, ik wil je bedanken voor het kijken in deze video. Bedankt voor je support. Vergeet zeker de stream van aankomende vrijdag niet te checken. En als nog suggesties hebt voor challenges of zo, drop het dan zeker even in de reactie beneden. Makkers, thanks voor het intunen weer. Ik zie je hopelijk morgen bij een nieuwe video. En de eerste aflevering van Show My Rig seizoen 5 komt aankomende woensdag. Zorg dat je erbij bent. Makkers, stay mother flipping awesome. En zoals altijd zeg ik weer, tot ziens.